In de biljartzaal van Hotel Haarhuis in Arnhem is de strijd om de nationale titel drie banden in zijn laatste fase. Op de eerste tafel scoort Van Aert een carambo met een vrij berekende stoot langs de lange band. Zijn tegenstander, de Ruiter, heeft op dit moment nog alle kansen op de titel. Hij heeft in dit toernooi al een hoogste serie van 10 geproduceerd en demonstreert zijn grote kennis van dit spel vooral door zijn snelle reacties. De Ruiter overziet de situatie vaak in een enkele oogopslag en dan vloeit er een haarzuivere stoot uit zijn keu. Anderen staan soms lang te peinzen over een opgave als deze, de Ruiter niet. En weer zo'n fraai getimede carambole. Laten we nu onze aandacht richten op de 23-jarige Waalwijker Rini van Bracht, die op de andere tafel strijd levert met Jan Doggen. Rini's vrouw wordt er nerveus van, want wat deze jongste deelnemer in zijn laatste partij doet, kan hem de titel brengen. Uitstekende stoot, exact berekend. En hier komt het opnieuw op juiste berekening aan. De speelbal moet nu via de losse band naar de hoek. En weer raak. Als ook deze laatste stoot lukt, wordt Rini drie banden kampioen van Nederland. En het lukt. Door een iets beter gemiddelde behaalt Rini van Bracht de eerste titel van zijn carrière.